Scania brengt met de R590 een nieuwe versie van zijn V8 motor op de markt die het pure rijgenot van de V8 koppelt aan de verbruikskarakteristieken van een 6-cilinder. Tegelijk is de R590 een interessante optie voor het lange afstandsdistributievervoer. Dat heeft onder meer te maken met de lage instap, wat het natuurlijk voor een chauffeur bijzonder makkelijk, bijzonder vlot maakt om in en uit te stappen. Dankzij de volledig vernieuwde G33 versnellingsbak, die bovendien aan het stuur wordt bediend, schakelt de R590 veel zachter en sneller in vergelijking met de vorige modellen. Bovendien is de versnellingsbak 60 kilo lichter, veel compacter en er is ook veel minder interne weerstand. Het testvoertuig is voorzien van alle mogelijke veiligheidsuitrustingssystemen. Zo is er niet alleen de actieve side-detectie, maar ook een zij-airbag. En die zij-airbag zorgt ervoor dat wanneer de truck kantelt, de chauffeur het hoofd niet kan stoten en ook dat hij niet uit de cabine kan vallen. De actieve side-detectie houdt van zijn kant de linker- en rechterkant van de vrachtwagen in het oog. Een oranje lichtje in de deurstijl waarschuwt de chauffeur aan zijn linkerzijde dat er een truck naast hem rijdt. De adaptieve cruise control van de Scania R590 kan gecombineerd worden met de platooning functie die ervoor zorgt dat je de voorligger kan volgen. En het systeem is zelfs zo elastisch dat de afstand tussen beide trucks aangepast kan worden volgens de topografie. Met andere woorden, de slimme cruise control weet dus bijvoorbeeld hoe steil een afdaling is, waardoor hij al iets eerder begint af te remmen. En aan het einde van de afdaling neemt hij opnieuw wat extra vaart om de volgende helling vlotjes te kunnen aansnijden. De R590 met een totaalgewicht van 40 ton kwam op ons testparcours van 410 kilometer uit op een gemiddeld verbruik van 29,90 liter per 100 kilometer, waarbij we een gemiddelde snelheid van 74,25 kilometer per uur realiseerden. Het zachte geronk van de V8-motor, dat dankzij een aangepaste flow van de uitlaatgassen naar de turbo het echte V8-geluid weer wat meer laat doorklinken, kan zeker als een surplus aanzien worden. Zeker omdat die V8-kracht mogelijk is met een toch bijzonder aantrekkelijk verbruik, waardoor V8-power plots ook wel eens een argument zou kunnen worden om als ondernemer goede chauffeurs aan je bedrijf te binden. Want, geef toe, wie wil er nu niet met zo'n zuinig pakbeest de weg op?